Ik heb een keer op televisie gezien dat een slang in één keer zo'n gazelle kan eten. Maar hoe doet hij dat nou? Nou, hoe zou jij het doen? Nou, dat lukt mij niet. Nee, voor wat voor die slang deze gazelle is, is voor jou deze watermeloen. Nou, probeer het maar eens om deze watermeloen in één keer naar binnen te werken. Dat lukt niet. Dat lukt jou niet zonder mes en vork. Maar een slang die heeft een hele bijzondere mond. Die kan wagenwijd open. En vandaar dat hij zo zo'n gazelle op kan eten. Maar kijk, dit is natuurlijk een uitzonderlijk geval. Hè? Dit zijn dan hele grote slangen die een gazelle naar binnen kunnen werken. Ja, precies. Is dat te vergelijken met zo'n slang? Ja, inderdaad. Wat is dit voor een slang? Dit is een tijgerpython. Wauw. Een albino tijgerpython. En deze slang die zou het eventueel kunnen. Kun je je voorstellen dat dit beest zo die gazelle naar binnen werkt? Nee. Kijk, deze slang die kan dan makkelijk een ratje opeten. En hoe groot is je ratje? Want je hebt ze zo. Nou, deze slang die kan een ratje opeten van ongeveer een week of 6 oud. En wat voor soort slang is het? Het is een amoerslang. Maar dus, wat is dat? Is het een wurgslang? Het is een klein wurgslangetje uit China en Rusland. En waarom eten zij van die grote hoeveelheden in één keer? Waarom niet gewoon kleine hapjes? Dat is toch makkelijker? Kijk, als hij een paar kleine muisjes moet gaan vangen, dan kost het natuurlijk een heleboel energie om te gaan bewegen. En die energie die kan hij beter verbruiken in één keer, zodat hij één grote prooi heeft. Hoeft hij minder vaak te gaan jagen. En dan kan hij langer stil blijven liggen om te gaan slapen en zo, om energie te sparen. Ja, want zij hebben natuurlijk heel veel energie nodig om het voedsel te verteren. Ja, slangen zijn koudbloedig en dat wil zeggen dat ze eerst hun lichaamstemperatuur voldoende op temperatuur is. Dan pas begint ze vertering te werken. Nou. Zullen we maar eens even de netpython gaan voeren? Heeft die honger? Ik hoop het wel. Kijk eens. Meestal is het niet echt een probleem, hoor. Kim? Hoe lang geleden heeft hij nou gegeten? Dat is 5 dagen geleden. Kijk, dus nu heeft hij hem te pakken. Mina. En instinctief gaat hij nou toch wurgen, ook al is de rat niet meer levend. En probeert hij alle lucht uit zijn longen te knijpen. En in de natuur, iedere keer als hij in zou ademen, zo'n rat, knijpt die python een stukje strakker aan, totdat hij op een gegeven moment die rat die kan niet meer inademen en dan stikt hij. Waarom geven jullie dan een dode rat? Want je had een... We geven in principe altijd dood voedsel, omdat een slang hele lelijke littekens kan krijgen. Als een rat namelijk gewurgd wordt, die vindt dat niet fijn. Dus je gaat krabben en bijten en dan krijg je hele lelijke littekens op je slang. Hoe kan je nou zien of een slang giftig is of niet? Dat kun je aan de buitenkant niet zien. Dan moet je echt de soort kennen, wil je weten of dat die giftig is. Dus... Kijk, nou gaat er wat gebeuren. Oh, kijk nou. Zie je? En die beweging die hij nou maakt, zo werkt hij hem naar binnen. Tof, hè, Victor? Echt wel, dat is heel mooi. Voor die slang is dit gewoon een eitje. Hij maakt zichzelf ook heel bol. Aan die andere kant. Volgens mij is hij er bijna. Volgens mij heeft hij hem bijna op. Want hoe lang doet hij erover om een rat te verteren? Deze slang die doet er een dag of 7-8 over. Hoe kan zijn bek nou zo wijd open? Nou, bij slangen zit het heel erg bijzonder in elkaar. Kijk, bij mensen zitten de onder- en de bovenkaak zitten aan elkaar vast. En bij slangen zit daar een speciaal elastiekje tussen. En niet alleen het elastiekje, ze hebben hierachter hebben ze ook nog een heel bijzonder botje. En dat botje er zorgt ervoor dat als de kaken loskomen, dat die automatisch weer terugschieten op de goede plek. Dat is handig. Ja, en dat is nog niet alles. Dus naast dat die slang zijn bek heel ver open kan doen, kan hij zijn bek ook nog heel wijd open doen. Dus de bek van een slang kan heel ver open en zijn kaken die kunnen ook helemaal uit elkaar. De slangen die hebben geen kinnetje, dus die kunnen helemaal uit elkaar. Goed, het moment is aangebroken. Dan mag je zelf de slang gaan voeren. Dus ik zal de bak openmaken. Kijk, Victor. Nou, het ratje maar voor zijn neus. Hop, het is. Deze die maakt er gelijk werk van. Juist. Kijk, nou heeft hij hem gepakt. Die tandjes die klapt hem iedere keer uit en zo werkt hij naar binnen. Aan de ene kant en aan de andere kant en aan de ene kant enzovoorts. Dit is Mark, hij is reptielenarts. En Mark, voor jou willen we nou weten hoe het kan dat zijn lijf zo enorm meerekt als er een rat of een muis in zit. De bek van een slang, die is heel rekbaar, dat hebben jullie net gezien. Klopt. En zo is het lijf ook heel rekbaar. Vergelijk het maar met een panty. Zoals een panty elastisch is, zo wurmt een slang zich als het ware om de prooi heen. En hoe zit dat dan met de organen? Nou, niet alleen het vel is dus heel elastisch, maar ook de ribben en de maag en de darmen, die zijn ook allemaal heel elastisch. En dat kun je eigenlijk het beste zien aan de hand van een röntgenfoto.
er heel indrukwekkend uit. Ja, hè? Mooi, hè? Nou, wat je hier ziet, hè? Hier zie je dus een röntgenfoto van de slang. En dan zie je daar dat de slang wel honderden werveltjes heeft met daaraan ribbetjes. Ja. Wist je dat slangen de meeste wervels hebben van alle gewervelde dieren? Nee. Nee. Nou, verder kun je dan heel mooi zien, hè? Als hij een prooidier eet. Hè? Dus daar pakt hij een rat bij de kop. Ja. En dan slikt hij hem zo langzaam in. Dan zie je hem zo naar binnen toe verdwijnen. En op deze foto kun je ook zien dat die ribben helemaal uit elkaar gaan op het moment dat daar een prooi in zit. Jongen. Wat natuurlijk wel heel mooi is, dat zoiets ook helemaal kan verteren. Hè? Ja. En daarvoor heeft een slang heel sterk maagzuur. En die kan zelfs de botten en horens en hoeven van hun prooidier gewoon verteren. En als hij nou iets eet wat niet goed voor hem is, zodat hij bijvoorbeeld maagpijn krijgt of misselijk wordt, wat doet hij er dan mee? Nou, als een slang echt misselijk is, hè, dus hij heeft iets gegeten wat niet goed is, of het blijkt bij nader inzien toch niet helemaal te passen, dan spuugt hij het gewoon uit. Nou, Victor, is ons een hele hoop duidelijk geworden, hè, vandaag. Ja. We hebben antwoord op jouw vraag en dan willen we eigenlijk nog één dingetje vragen. Ja, we willen namelijk nog even een fotootje voor het thuisfront. Mark, heel erg bedankt. Graag gedaan. En Victor, jij natuurlijk ook onwijs bedankt. Toch, man.